Ja, het nieuwe kabinet is er eindelijk uit. Met die ministers, ja. Dus het gaat gebeuren. En het wordt ook hoog tijd ook, vrienden. Want kijk naar het demissionaire kabinet. Die zitten gewoon maar door te duwen wat ze nog maar willen. En zeker op het gebied van asiel. Ja, nou, ongelooflijk. Want wat doen ze nog? Ze kopen maar overal, nou ze kopen ze niet op, maar ze huren overal hotels af in Nederland. Ja, en daar gaan al die asielzoekers, die stoppen ze, duizenden en duizenden, die stoppen ze daarin. Het is toch niet te geloven, vrienden. En daar blijven ze maar mee doorgaan, met het verspreiden van al die mensen, van die asielfiguren. En nu ook weer, nou vertel. Ja, in Eindhoven. En dat heeft gewoon enorme gevolgen. Bijvoorbeeld alleen al voor het personeel van zo'n hotel. Dat wordt helemaal afgehuurd en gesloten voor een hele lange tijd. Voor de komende jaren. Dat doet dit kabinet alsnog. Die is daar nog mee bezig. Met dit soort flauwekul. Het personeel kan voor de helft. Die kunnen allemaal naar huis van zo'n hotel. En weg. Ja. En wat denk je van de omwonenden van zo'n hotel? Die denken dat ze in de buurt van een hotel wonen. Nee, je woont ineens naast een AZC. Ja, want er komen 100, 200 of 300 komen erin. In zo'n hotel. Nee, het is ongelooflijk. En dan heb ik het nog niet eens. En daar komt hij over de kosten. Weet je wat dat kost? Gewoon per asielzoeker. Per jaar. Kost het 93.000 euro. Dat geeft de Nederlandse staat uit voor al deze onzin. Ja, dus daarom vrienden, het wordt de allerhoogste tijd voor dat nieuwe kabinet.